Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pakken 5. Vandaag hebben wij twee stoelen, hier links en rechts van mij, die we even gaan behandelen en kijken welke de juiste en meest geschikte voor jou is. En deze video is trouwens gesponsord door Gamfish. En Gamfish die dacht van laten wij even een stoel ook van de concurrent opsturen om daar een vergelijking mee te doen. En jullie laten besluiten welke nou echt het beste voor jou is. Dus beide stoelen zitten in dezelfde prijskategorie. Het kan ongeveer enkele tientjes wisselen, maar qua look zien ze er vrij identiek uit. Oké, dus nu zijn we over op het een beetje de functies uittesten die beide stoelen dus bezitten. Dus als eerst gaan we even naar de Gamfish Phantom. En wat beide stoelen eigenlijk wel kunnen doen is natuurlijk de rugleuning aanpassen. Waarbij de... Oh, dit is altijd zo heel sketches. Maar ze komt wel aanleiding op dat je niet helemaal... Nee, dat, ik dacht dat ze dat niet konden doen. Ik heb een gevoel in mijn val. Oké, is niet aangeraden, maar de functie zit erop, mocht je het willen doen, zeg maar. Waarbij je deze stoel, de trust, ik ga niet meer zo ver hoor. ik duw het wel even naar achteren toe, dat is denk ik veiliger. Die kan dat in principe ook, die kan ook helemaal plat liggen naar achteren. Natuurlijk is het niet aangeraden, zoals je zag al bij mij. Dacht ik al bijna dat ik er vanaf viel. Dus aangeraden wordt het niet, maar het heeft het wel. En dan gaan we naar het stuk van armleuningen. Dus de Gamfish Phantom heeft dus een 3D armleuning, waarbij de Trust een 2D armleuning heeft. Nou, het verschil ertussen kan ik nu even laten zien. Dus de Gamfish die kan dus omlaag en omhoog. Die kan dus naar de zijkant toe, links en rechts. Maar die kan ook naar voren en naar achteren geschoven worden. Dus laten we zeggen, je zit vlak bij je bureau en je wilt toch even wat dichterbij zetten, maar je hebt de armleuning helemaal naar voren. Dan kun je even zo naar voren schuiven, kun je dat ding nog even naar achteren gooien en dan kun je wat dichter bij het bureau zitten. Of wat meer lean back. En als we naar de Trust gaan, dan hebben wij hier de 2D armleuningen. Wat het dus doet is omlaag en omhoog, precies hetzelfde. Links en rechts, dat doet hij ook hetzelfde. Alleen deze kan dus niet... Naar voren en naar achteren. Dus het blijft dus echt op deze positie staan waar het staat. En dat is dus een beetje het verschil tussen deze twee. Beide stoelen hebben ook nog een rocking functie of een butterfly mechanisme in hun stoel zitten. Waarbij dus dat betekent dat je hier een hendeltje hebt, hieronder. En deze kun je dus in en uit schuiven. En als je hem dus ingeschoven hebt, dan is hij dus vast op zijn plek. En als je hem eruit schuift, betekent dat je nog je stoel helemaal kan kantelen-achtig is. Dus ja, mocht je die functie willen gebruiken, het zit erop. En dan kun je hem erin doen en dan blijft hij gewoon weer stevig zitten, zoals op zijn plaats. Maar ja, zelf zie ik het niet zo snel gebruiken voor mezelf. Maar als jij zegt, ik wil dat echt hebben in mijn stoel. Dus deze heeft het ook, de Gamfish Phantom. Als je eruit schuift, kun je ook helemaal naar achteren leunen. Ja, ik zie het mezelf niet zo snel gebruiken. Maar als jij dat zou willen, het zit erop. Beide stoelen hebben ook nog een gaslift, dus dat ding eronder. Die kan tot 150 kilo draagvlakte kan die aan. Dus als jij onder de 150 kilo bent, dan kun jij gewoon deze stoelen met gerust hart gewoon op zitten. Oké, beide stoelen hebben dus ook nog een aantal kussentjes die je dus op een stoel kan bevestigen. Waarbij beide gewoon een nekkussen hebben en een onderrugkussen. Sommigen vinden het fijn, sommigen vinden het niet fijn. Stel je vindt de kussens te hard, dan kun je ook nog eventueel aan de achterkant een ritsje open doen. Waarmee je dus foam eruit kan trekken of snijden of wat dan ook. Om het wat zachter en aangenamer voor je te maken. Dus mocht je het te hard vinden, kun je op die manier nog het aanpassen. Waarbij ik eerlijk gezegd wel moet zeggen dat de kussentjes van de Phantom qua afwerking vind ik toch wel een beetje fijner aanvoelen tegenover... Die van de Trust. De Trust vind ik wel een beetje hard en ik vind leer niet echt fijn voor mij. Maar ja, dat is een persoonlijke kwestie. En dan komen we nu bij wat technische specificaties die beide stoelen dus bevatten. De Gamfish Phantom heeft een Ergotec Plus 1.5 mm versterkt stalen frame. Tegenover, ja, dat hebben ze gewoon niet gespecificeerd op de website. Dus wat het zal wezen, Joost mag het weten. En voor de rest maakt Gamfish Phantom gebruik van koud schuim tot 60 kilogram per kubieke meter. En de Trust nogmaals heeft dat ook weer niet gespecificeerd op de website. Natuurlijk is transparantheid nog wel natuurlijk handig
om voor de klant natuurlijk een keuze te kunnen maken. Verder heeft dus de Genfers Phantom heeft dus riemen onder de stoel zitten tegenover de Trust. Die heeft gewoon een houten plaat eronder zitten die dus afgedekt is door een stuk stof. Beide stoelen maken gebruik van stof op de zitting en op de rugleuning en maken gebruik van kunstleer op de zijkanten. En de Trust is hetzelfde. En dan gaan we over naar de wielen van de stoelen. Dus beide wielen zijn eigenlijk gemaakt van dezelfde materialen. Ze zijn beide dus van nylon. Maar één ding wat ik me wel opviel is dat de wielen van de Genfers Phantom veel soepeler bijdraaien dan dat de Trust doet. Met de Trust moet ik toch vaak wel schuiven over de grond heen. Wat natuurlijk niet de bedoeling is van wieltjes, want je wil natuurlijk wieltjes hebben om te kunnen rijden en niet om te schuiven. Dus dat is wel even een minpuntje. Ook is het belangrijk om te weten dat je de wielen gewoon kan vervangen als je dat zou willen. Mocht je toch liever een andere soort type wieltjes onder je stoel hebben, dan kan je gewoon contact opnemen met Genfers en dan kunnen ze jou voor 10 euro per wiel een wieltje opsturen en die kun je dan zelf vervolgens inklikken. Wat maar echt gewoon 2 minuten duurt, dus absoluut gewoon niet lang. En nog een ding wat ons opviel aan de achterzijde was namelijk de kussen die bij de Trust nog wat eruit steekt. Bij de Genfers zie je op zich dat het mooi gelijk is. Alleen bij de Trust lijkt net alsof de zitting andersom zit, omdat het een stukje eruit steekt. Maar dit is blijkbaar hoe het hoort. Het is niet de mooiste van het mooiste, maar het is wat het is. Voor de rest qua stoffen en hoe het allemaal gemaakt is, is eigenlijk vrij identiek. En we doen nog één test tussendoor. Uiteraard moeten we weten hoe het allemaal zit. Dus ik ga even weer zitten, even voelen. Even goed zitten. En dan denken van ja, oké, is het gelijk? Is het verschillend? Merk ik een verschil? Waarbij ik toch merk, de Genfers heeft een best wel harde zitting. Maar als ik overga naar de Trust, het geluid is al naar. Maar qua zitting moet ik toch eerlijk zeggen dat het identiek is. Als ik blind op een stoel zou neer worden gezet, dan zou ik niet het verschil merken in de zitting zelf. Dan vatten we het allemaal even samen. Dus de Trust. Het is een stoel die eigenlijk gelijk zit als de Genfers. Dus qua comfort zal het gelijk wezen. Qua materiaal dat gebruikt is, is het ook op zich vrij gelijk. Het enige verschil is echt dat de Trust best wel veel kraakt. Als jij bijvoorbeeld een beetje gaat manoeuvreren in de stoel of een beetje gaat opstaan en gaat zitten. De armleuningen kunnen niet zoals de Genfers naar voren en naar achter geschoven. Wat deze wel heel goed kan. En de afwerking van de Trust is gewoon helaas wat ruiger dan de Genfers zelf. Het is toch wel een stukje netter op de Genfers. Heb ik nog iets gemist, Mel? Dus wieltjes. Ik vind het heel keurig dat je dat nog even zegt, Mel. Dankjewel. De wieltjes van de Trust die draaien niet lekker bij. Waarbij je dus als je naar achter gaat en dan naar voren toe, heel veel kans hebt dat de wielen gewoon gaan blokkeren en gaan schuiven op de grond. Wat natuurlijk helemaal niet goed is voor je vloer. Terwijl de Genfers gewoon wel keurig bijstelt en bijdraait en gewoon normaal mee kan rijden zoals je natuurlijk wil van een bureaustoel. En dat zijn ook wel een beetje de dingetjes waarmee je het moet doen. Hopelijk ben ik duidelijk geweest in deze video hoe alles in elkaar steekt en welke keuze jij nu moet maken. Alle productlinkjes staan in de beschrijving. En ik zou zeggen, vond je de video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer en ik zie jullie allemaal wel weer in de volgende video. Onsjen! Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.